Met gevoelstemperaturen van zo'n min 15 graden moet er flink gestookt worden om je huis warm te krijgen. Met de huidige energiekosten is dat niet voor iedereen weggelegd. Het Leger des Heils biedt daarom zogenaamde warme kamers aan. Speciale plekken waar je gezellig op de koffie kunt komen en waar het altijd behagelijk is. De warme kamers zitten door heel Nederland. Eigenlijk elke locatie van het Leger des Heils is tegenwoordig ook weer een warme kamer. En het Leger des Heils heeft ook zoveel mogelijk locaties zoals bibliotheken en wijkcentra opgeroepen om zich erbij aan te sluiten. Iedereen kan naar een warme kamer toekomen, dus dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar we zien vooral natuurlijk veel mensen die niet zoveel geld hebben, die hier naartoe komen omdat zij de hoge energiekosten niet kunnen betalen. In de warme kamers worden ook verschillende activiteiten georganiseerd. Elke warme kamer is anders. Bij ons is het vooral heel veel gezelligheid, als in koffie drinken met elkaar. We hebben een puzzel en we hebben een krant. Dus het is eigenlijk gewoon heel erg laagdrempelig om hier te komen zitten. Maar elke locatie heeft zijn eigen specialiteit.